gast hebben we Rosemarie Jansen. En Rosemarie, goedenavond. Aanstaand weekend organiseer jij, ik noemde het al, het Leiden Internationaal Bierfestival. Maar eigenlijk staat Lip ergens anders voor. Ja, dat staat voor Leven in de Brouwerij. Oh, nou, dat is natuurlijk ook heel gezellig. Ja, heel gezellig. Hey, voor iemand die het nog niet kent, voor de hoeveelste keer organiseer je dat? Dit is nu voor de derde keer. Spannend. En wat gebeurt er dan tijdens het Leven in de Brouwerij Festival? Nou, de Stadsgehoorzaal wordt omgebouwd tot een waar bierwalhalla. En dan hebben we het niet alleen over pils, maar met name over speciaal bieren. Dus in de grote zaal, die we allemaal wel kennen, denk ik, en de breezaal boven staan zo 30 brouwers met hun mooie bieren. En we hebben dit keer heel veel internationale brouwerijen. Dus heel veel nieuwe dingen om te proeven. En zeker voor de bierliefhebber, of voor de beginnende bierliefhebber, is het een must eigenlijk wel om naartoe te gaan. Ja, stel dat je normaal gesproken altijd pils drinkt en je denkt van, nou, ik heb wel eens een keer trek in een speciaal biertje, dan is dit de kans om verschillende bieren te proeven. Absoluut, van alle soorten is er wel iets. En is het ook eigenlijk zo dat als je eenmaal binnen bent, dat je gewoon van alles mag blijven proeven, dat je niet meer kan lopen? Of, Nou, dat is nou ook weer niet helemaal het geval. Nee, bij de entree krijg je een glas. En daarbij zitten twee munten. En dat is zeg maar je startpakket. En daarnaast kan je natuurlijk altijd muntjes erbij kopen. En dan is het zo dat je voor een gereduceerd tarief bier kan drinken? Of hebben we het echt over hoge prijzen per glas? Nee hoor, het is voor speciaal bier zijn het zeker gereduceerde prijzen. Oh, mooi. Je zei net al, er komen heel erg veel brouwers. Komen er ook Leidse brouwers? Uiteraard. We doen het in Leiden, dus dan moeten er ook Leidse brouwers zijn. En wie komen er dan? Nou, uiteraard Leids Bier, Pronk, Brouwerij Oude Rijn. Wie hebben we nog meer? Neptunus. En dan hebben we ook nog wel wat brouwers uit de regio. Zoals Compaan uit Den Haag, LVR uit Zoetermeer. En verder heel veel van ver over de grens. Ja, want ik zie inderdaad namen staan. De Novo Brazil Brewing Company. Die komen vast niet uit Leiderdorp. Nee, die komen niet uit Leiderdorp. Waar komen die echt uit Brazilië? Ja, uit Brazilië. Wauw, hoe kom je in contact met zo'n brouwer? Ja, ik doe het bierfestival organiseer ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met nog een aantal zeer bekwame heren. Die ook hun streep al hebben verdiend in de bierwereld. En die hebben leuke contacten. En daardoor komen we iedere keer weer met mooie nieuwe brouwerijen. Die eigenlijk bij ons nog vrij onbekend zijn. En hou je zelf ook van bier? Ik hou zeker wel van bier, ja. Wat vind jij nou het allerlekkerste biertje dat er dit weekend ook te proeven is? Oei, dat is lastig. Want dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat er natuurlijk heel veel nieuwe brouwerijen staan. Zijn er heel veel bieren die ik gewoon nog niet heb geproefd. Dat is ook wel weer een leuke uitdaging natuurlijk. Ja, nou allemaal proeven, dat ga ik niet redden hoor. Nee. Maar van allemaal misschien een paar slokjes, een proefglaasje. Ja, nou dan is het nog heel veel. Want ik denk dat we meer dan 200 bieren hebben. Zo. Nou, dat is aangenaam. Maar er is niet alleen bier. Nee, uiteraard. Waar gedronken wordt, moet ook gegeten worden. Dus in de foyer van de Stadsgehoorzaal hebben we een hele foodcourt met van allerlei lekkers. Van een gepimpte, kapsalon, burgers, voor ieder wat wils. Maar zeg maar, eten wat bij bier past, maar wel net een leveltje hoger. En uiteraard hoort er ook een muziekje bij. Dus we hebben beide dagen, in alle twee zalen hebben we live muziek. En het gaat om het bier, niet om de muziek. Dus de muziek is sfeerverhogend en zeker niet overstemmend. Oké, nou, daar is over alles dus nagedacht, dat hoor ik al. Is het nou iets, je organiseert het voor het derde jaar, dat je het hele jaar bezig bent met rondkijken en als je ergens een brouwerij tegenkomt, dat je denkt, wauw, die moet ik volgend jaar op het festival hebben? Of maken jullie de datum bekend en staan de brouwerij dan in de rij? Nou, uiteraard zijn we zelf altijd wel op zoek naar leuke nieuwe brouwerijen. Onbekende brouwerijen. Maar we zijn inmiddels wel, durf ik wel te zeggen, gevestigde orde. Dus de brouwers melden zich ook zelf aan dat ze graag mee willen doen. Nou, het spannende moment komt eraan. Stel nou dat je er naartoe wil. Wanneer is het en wat kost het? Het is aanstaande zaterdag en zondag. Zaterdag is het van 2 tot 11 en dan zijn de kaartjes €17,50. Dat is dus inclusief glas en twee consumpties. En zondag zijn de kaarten €15. Als je op zaterdag wil komen, zou ik heel snel zijn. Want die kaarten die zijn bijna uitverkocht.
En op zondag is er nog wel plek. En nou komt het. Ik had het net al aangekondigd. Wij mogen kaartjes weggeven voor zondag. Ja. Dus stel nou dat je zondag naar het Leven in de Brouwerij Festival wil. Het enige wat je dan moet doen is even een e-mailtje sturen naar Robert. Met dubbel B. R-O-B-B-E-R-T. @sleutelstad.nl. Of een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. Dat jij gezellig daar naartoe wil. En dan zorgen wij dat je gegevens bij Rosemarie terechtkomen. En dat je daar naartoe mag. En natuurlijk hebben we maar een beperkt aantal kaarten. Dus degene die als eerste reageren, die hebben geluk. De avond van Sleutelstad is onze pagina, maar je mag het ook op de Sleutelstad-pagina van Facebook, de Facebookpagina van Sleutelstad achterlaten. En dan komt het helemaal goed. Nou, Rosemarie, hartstikke leuk. Wij komen aanstaande zaterdag sowieso even langs. En dan gaan we ook even opnames maken. En natuurlijk ook de sfeer proeven en de biertjes. En daarna dan kan je dat allemaal zaterdag nog zien. Dus als je dan nog twijfelt, kan je zondag ook nog langskomen. Jazeker. En ja, nou ja, hartstikke veel plezier dit weekend vooral. Dat gaat zeker lukken. Ik heb er ontzettende zin in. En ik hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft dit weekend.